Ik druk op die knop en ik wist bij mezelf, ho, wacht even. Ik heb na de sessie vanmiddag vergeten de microfoon terug te switchen. Dus bij deze, dat heb ik even snel gefixt. Een hele goede avond en welkom bij een nieuwe Dopecast livestream, donderdag 23 maart. En we gaan er vandaag weer wat moois van maken. We trappen hem sowieso af. Allereerst, zoals altijd, elke avond met een bakkie boeien. Dat account moet groeien en daar is genoeg kans voor geweest. Want wat een volatiliteit hebben wij gezien bij Bitcoin. We hebben echt heel veel volatiliteit gezien. FOMC'tje natuurlijk gehad, gaan we het zo meteen even uitgebreid over hebben. Maar ik wil jullie eerst even een dikke heads-up geven voor aankomende zondag. Aankomende zondag moet je zorgen dat je daar even voor gaat zitten. Want aankomende zondag wordt leuk. Aankomende zondag wordt echt tof. We hebben natuurlijk weer een hele mooie video voor jullie klaarstaan. En daar moet je echt even voor gaan zitten, die video. Neem daar ook echt even de tijd voor. Pak een bakkie om 11 uur, zoals we hem altijd uploaden. Pak een bakkie, gooi even een broodje in de oven en ga er even lekker voor zitten. Want dit wordt een hele leuke video. Ja. Geluid is een schone zaak. Oh nee, geduld. Ja, nee, geluid ook. Chris keek heel bezorgd. Ja, Chris wist ook niet wat ik ging doen. Maar ik dacht ineens, oh ja, shit, kabeltje vergeten. Maar alles is opgelost. Dus zondag eventjes lekker onderuit gaan zitten om 11 uur. En even de tijd nemen voor deze video. Duurt een 18 minuutjes geloof ik. Maar het is het waard. Het is het zeker waard. Gisteren natuurlijk het rentebesluit vanuit Amerika. En we hebben daarvoor een video gemaakt gericht op hoe je moet traden rondom een event als de FOMC. Een keer iets eerder als de video om 7 uur. We hadden zoiets van ja, 7 uur is wel onze tijd. Maar jij zegt, ik denk dat het verstandig is om te doen om de mensen ook even een beetje erdoorheen te loodsen, toch? Het heeft weinig zin als je een filmpje maakt hoe je moet reageren op FOMC-prijsactie, dat je hem daarna uploadt of zo. Ja, of tijdens, weet je, ja. Dus we hebben hem bewust een uurtje eerder doen we niet vaak, maar wel heel veel positieve reacties gekregen van mensen, dat ze daar ook direct wat aan hebben gehad, dat ze ervan hebben geprofiteerd, dat ze of voorzichtiger zijn geweest, of dat ze een risico hebben kunnen beperken. En dat was het hele doel van die video. Dus geslaagd, denk ik, als zeker, dat de reacties zijn. Zeker, prijsactie was ook lekker. Maar ook wel zoals we hadden getekend, hè? Letterlijk. Het was boom omhoog, boom omlaag. En daarna zijn we vervolgens een flink stukje omlaag gegaan. Kom ik zo meteen even op terug. Ik zag ook redelijk veel mensen die ook toch de prijsactie hebben geprobeerd te spelen. Niet bij iedereen gelukt, maar ik zag toch wel links en rechts wat goede treetjes langskomen. Ja. Ja, ik heb je weer zien rijden, Ber, in die bak. Zie je ook altijd gewoon. Ja, maar ja, die auto valt wel op. Dat is een tank die eraan komt rijden. Dan denk je, als we met z'n tweeën rijden, Chris en ik, dan is het een kolonne, jongen, daar word je eng van. Maar goed, wat kwam er dan uit? Uit die FOMC waar de prijsactie zo heftig door was. Nou ja, zoals we al hadden verwacht, een verhoging van 0,25%. En er wordt gesproken over de volgende verhoging, wat waarschijnlijk voorlopig de laatste gaat zijn, van ook 0,25%. En dan is het even genoeg. Dan schijnt de stekker er even uit te gaan. Mocht de spanning in het financiële systeem dalen en macro-economische cijfers blijven sterk, sluit dus niet uit dat ze na mei toch nog verder gaan verhogen. Maar dat laatste stukje vind ik vooral heel interessant. Ja. Als de macro-economische cijfers sterk blijven. Want de macro-economische cijfers blijven sterk vooralsnog. Aanvragen werkloosheidsuitkeringen hebben we weer gezien. Is van 192.000 gezakt naar 191.000. En verwacht werd 197.000. Ja. Dus dat gaat ook nog steeds goed. Nog. Dat is het. Ik weet nu al hoe het gaat. Weet je, dit is zo voorspelbaar. Ze zeggen, oh ja, het blijft nu allemaal sterk en dit en dat. Maar dadelijk komt dat kantelpunt. Maar dan gaat het met zo'n rotvaart. Dan gaat het ook wel hard. Die kans is aanwezig. Meer bouwvergunningen aangevraagd. Meer woningen verkocht in Amerika. Dus de cijfers over het algemeen macro-economisch zijn nog steeds sterk. Ja. Maar we zijn nog steeds aan het verhogen. En al zouden ze stoppen met die verhoging, betekent niet ineens dat de rente omlaag gaat. Hè? Maar, want als ze stoppen met het verhogen van de rente, is de rente nog steeds hoog. Ja. Want dan staan ze nog steeds op en rond die 5%. Ja. En dat is waar ze naartoe wilden. Dus de rente is nog steeds hoog. Als ze nu ineens stoppen, is het niet ineens weg. Dan is nog steeds de rente hoog. Maar goed, voor ons nu is er dus een eind in zicht, maar is dus nog niet definitief. Nee, maar ja, weet je zit. Het enige wat je wel weet, en dat hebben we ook al laatst al aangegeven, je weet dat je ergens in de buurt van die top komt. Natuurlijk, misschien komt er misschien zelfs nog wel een haakje achteraan, maar je weet dat er het meeste, niet pijn, want zelfs net na de pivot kan je zelfs nog wel wat prijsactie krijgen, beide kanten op. Maar het,
eind is in zicht. Laten we daarop bouwen. Maar wat zeggen ze? Het wringt en het kraakt of zo. En dat is toch wel al wat het doet. Ja. Ze kunnen toch ook niet zeggen, oké, we gaan nog een half jaar door met elke maand 0,5 met 50 basispunten. Nee, ze kunnen wel. Wat ze wel bijvoorbeeld kunnen doen is dadelijk als die gaat plateauen, hoe lang gaan ze hem vasthouden op dat niveau? Weet je, dat zijn allemaal vragen waar we later nog naar gaan kijken. Dat is de vraag. Hoe lang maar vroeg of laat gaat het ook weer omlaag. Ook dat. En dat is met een beermarkt, weet je dat, vroeg of laat is die klaar. Ja. Dan gaat hij weer stijgen. Elke dag, nu, kom je dichterbij het afschalen weer. En dat is ook een feit. Dat is het. Alleen inderdaad, ja, hoe lang blijf je op die 5 of 5,25% dadelijk hangen? Dat is meer een beetje de vraag. Dat is het. Goed, beursje, als we daarnaar kijken. De Ajax sloot vandaag de dag af met een winst van 0,24% en de midcap verloor 0,12%. Wat viel erop? Stijgertjes, Argent 2%, ASMI 3,4%, ASML 2,7%, BC 2, Prosus 6,3%, UMG 2,3% en de dalers Shell 1,8%, ING 2,8%, ASR 1,4% en Exor 1%. In de midcap zagen we AMG 3,1% stijgen, Basicfit 2%, Fagron 1,5% en WDP 1,4% in de winst. Dalertjes in de midcap, OCI 3%, Signify 1,3%, Eurocommercial Properties 1%, KLM 1,4% en Aperam 1,5% naar beneden. De reactie van Bitcoin gisteren was best heftig op de berichten vanuit de Fed. Veel volatiliteit, het ging echt alle kanten op, vandaar ook de titel Bitcoin knalt alle kanten op. Want in eerste instantie daalden we zo'n 8%, we hebben een kleine stijging gezien en daarna daalden we 8%. Vanaf dat punt zijn we ook alweer 8,25 gestegen tot aan de lokale top die we hebben gevormd. En we hingen boven de 28k en we zitten nu net iets onder de 28k. Dus de prijsactie is nog steeds lekker bewegelijk. Kan je daarop treden? Kan je zeker op treden. Kan je ervan profiteren? Je kan er zeker van profiteren. Want zelfs onze stagiair die kwam vandaag lekker uit de startblokken. Die is gewoon ook gas aan het geven. Robert heeft een heel mooi compressiemodelletje getraind bovenin. En is short gegaan en heeft vervolgens de long meegepakt die je helemaal naar 28 hoog heb gebracht. Dus ook Robert heeft vandaag lekkere treetjes gemaakt. Dat vind ik leuk om te zien. Hij zegt vanaf dag 1 dat ik hier binnenkom leer ik heel veel. En ik vind dat super tof dat het gaat zoals het gaat. Dus ja, dat is heel erg leuk om te zien dat ook Robert stapjes maakt in de periode dat hij hier zit. Maar goed, voor nu zeg ik smash even op die duim. Abonneer even op dit kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. We hebben de 104 ondertussen wel gehaald. We verzinnen wel weer wat anders om een giveawaytje te kunnen lospeuteren. Maar dat hebben we de vorige stream niet gehaald. Dus we gaan daar even wat in. Ik vind altijd, je moet wel... wat doelen stellen. We zijn hier niet van het pamperen en zo. Je moet wel gewoon... We kunnen nu heel makkelijk zeggen, we hebben het toch gehaald. Gaan we het toch doen? Nee, dat doen we niet. Als we deze stream 110.000 halen, gaan we dat doen. Ja. Nee, we gaan heus wel weer een leuk giveawaytje verzinnen eventjes. Maar daar gaan we wel voor zitten. Moet wel voor wat leuk zijn. Ik zag dat mensen tickets leuk vonden voor het feest. Dat kan. Volgende week gaan we naar Hudson en gaan we daar kijken en bespreken hoe of wat. En dat horen jullie allemaal vanzelf. Goed. Drop in de chat wat jullie graag willen zien. Abonneer even op het kanaal. Smash even op die duim. En dan gaat Chris even naar zijn eigen country. Even kijken. Ik heb daarna dadelijk wat financiële dingen. Acta en de Munnik na 8 jaar weer bij elkaar. Vind je ervan? Ik vond het altijd leuke muziek. Ja, ik vind dat ook wel. Ik ben niet van de... En dat is smaken verschillen, hè. Niet dat iemand dadelijk weer denkt, je schopt me tegen het verkeerde been. Ik ben niet van de... Misschien klinkt het ook weer heel oneerbiedig weer wat ik ga zeggen, maar van de B-artiesten een beetje. De Jannissen en weet ik veel. Dat is echt niet mijn ding. Nee, oké. Als je mij op zo'n feest neerzet, ben ik diep ongelukkig. Nee, maar ik vind het leuk om op de radio te horen. Maar dit soort Nederlandstalige muziek vind ik op de radio prima. Ik ga niet naar een concert. Nee. Nee. Ik ga niet naar een concert. Nee. Maar ik vind dat wel lachen. Wel leuk. Even kijken. Prijzen blijven nog wel even stijgen. Maar kunnen we daar investeren? Ook bijna ben ik. Yeah. Ja. Dan gaan ze weer uit elkaar. Ja. TikTok. Volgens Topman geen spion Chinese overheid. Nee ja. Ik zou ook niet weten wat die Topman dan wel zou moeten zeggen. Als dat al zo zou zijn. Even kijken. Overheid schiet tekort als schuldeisenaar. Ja, dat hoor je terwijl vaker tegenwoordig natuurlijk. Warmteleveranciers verdienen gemiddeld niet meer ondanks hogere prijzen. Ja, uiteindelijk is het geld toch ergens naartoe gegaan. En ik snap dat de marges niet per se hoeven toe te nemen. Als er heel veel frictie is op die markt. Maar je gaat mij niet vertellen dat ze geen centjes hebben verdiend, toch?
Huurders verkopen woningen om nieuwe middenhuur. Ja, dat hebben we al een beetje voorspeld. Als Wat? dadelijk het verhuren niet meer interessant wordt, ja, dan gaan mensen die panden wegdoen. En Nou ja. dat stoort de markt dan ook alleen maar meer. Jij zat mij van een week iets te vertellen en toen dacht hoe ik bij meer mezelf... Hoe meer ze eraan zitten... Ja, maar Hoe... toen dacht ik bij mezelf, ja, je hebt wel een punt. Wat dan? Je hebt natuurlijk de afgelopen jaren, van de week toen we een bakje aan het drinken waren, toen je het had over de vastgoedgoeroes. Ja. Al die boys hebben natuurlijk mensen verteld, ja, koop lekker huizen, koop lekker huizen, koop lekker huizen, ja, panden. Je moet ja. die oliemachine lekker insmeren en ja. weet ik wat allemaal. Ja. Maar die mensen hebben allemaal op de top huizen gekocht. Ja. Die kunnen best wel eens in de problemen komen. Die zouden heel goed in de problemen kunnen komen. Omdat die constructies werken met financiering op financiering op financiering. Zo laten ze die domino steen doorvallen. Maar die domino steen kan dus ook omvallen. Ja, dat is hem. En nu zal er vast één kijken en die zegt, nee, zo werkt dat niet, want dat is allemaal veilig. Dat snap ik allemaal wel. Maar ik ja, heb er nooit echt iets voor gevoeld. Wij hebben toen juist gezegd, op die top, want wij zijn toen bezig geweest toen we het investeringsoverzicht aan het doen waren, van ja, moet daar vastgoed inkomen. Toen ja. hebben wij er juist bewust voor gekozen. Zeker dit is niet het moment. Nee. Nee, dit is niet het moment. Nee. Maar goed, ieder zijn ding. Oké, de rest hebben we al gehad eigenlijk. S&P'tje. Wat hebben we vandaag gedaan? We zijn nog steeds open. Ik zag wel dat we een kleine terugtrek maakten op de S&P. Redelijke sprong gezien, juist op het midden van de dag. En daarna, het is gewoon volatiel. Het is heel zenuwachtig. Zie je ook wel. Wat ging er wel goed? Netflix. Ja, dat... toch, als we ook de 30 dagen... Ik had er ook een post over gemaakt op Twitter. Als we de 3 maanden erbij pakken... waren dat goede investeringen vanaf de bodem. Meta dan helemaal, die knalt helemaal eruit. Netflix was al een stukje meer teruggevallen, maar daar hebben we gewoon goede investeringen gedaan. Dat was gewoon een beetje tegen de markt in. Zijn die investeringen er nu? Soortgelijke investeringen? Kijk, we hebben al dat soort grote posities. We hebben onlangs een video gemaakt over Volkswagen. Daar ben ik ook aan het inschalen. Disney hebben we eerder meegenomen. Dat is ook zo'nzelfde soort aandelen. Ik denk dat er dadelijk ook een punt komt met financials. Het probleem is alleen wel... Daar hangt wel serieus iets boven de markt. Dus daar zit nog iets meer risk bij. Maar dat is eenzelfde soort categorie. Dat is toch wel de dingen waar ik een beetje naar kijk. Tech denk ik al dat je weer een beetje achter de feiten aan loopt. Is altijd wel een goede investering long term. Maar ik vind het wel leuk dat... Ook al zit je in een bearmarkt, dat je heel erg bij aandelen ziet. En dat zie je minder in crypto. Als het in crypto slecht gaat, gaat alles slecht gewoon. Ja, ja, en dan is er misschien echt één altcoin die dan wel goed gaat. Maar in aandelen heb je dat minder. Dan zie je altijd toch wel... Je hebt daar gewoon meer sectoren. Maar je kan hier toch wel je centjes verdienen. Is ook zo. Bepaalde sectoren doen het juist in bepaalde omstandigheden beter dan andere. En in crypto is het, als het slecht is, is het slecht. Ja, en dat en dat komt omdat heel veel nog steeds valt en staat met wat de grote boys doen. Bitcoin en Ethereum bijvoorbeeld. Ja. Is... En die markt is nog te jong. Heel, veel, heel weinig altcoins hebben nog echt een use case. Tuurlijk, maar het is hier niet zo dat als Apple en Google naar beneden gaan, dat dan Shell ook naar beneden moet. Weet je, dat hoeft niet. Nee. Robert zegt, jij hebt het over Akda en de Munich. Hij zei, ik hoorde hier vanmiddag ook ineens een nummertje in de studio. Ja, Robin, die heeft altijd maar op donderdag... maar dat zijn dat tradities. Robin heeft altijd op donderdag de weekklapper van de dag. Die zin slaat helemaal nergens op, maar daarom hebben we hem erin gehouden. De weekklapper van de dag. En dan gaat Robin eventjes lekker muziekje aanzetten, zo richting het einde van de dag. En dat is altijd gezellig. Ik denk niet dat ze dat bij elk bedrijf zullen doen. Ik denk ook niet dat onze buren dat altijd kunnen waarderen. Nee. Maar dat is wat het is. Thomas Rijswijk zegt, Berry, hoe maximaliseren jullie dat laatste stukje wat je open laat staan? Is lastig om eventjes in een paar zinnen uit te leggen of in een stream. Maar we hebben dat volledig behandeld in de superseminar. Hoe maximaliseer je nou een trade? Hoe doe je je order management van A tot Z? Hoe plaats je je stoploss op een andere plek? En wanneer? Wanneer neem je het te pace? Hoe neem je het te pace? Wordt allemaal behandeld in de superseminar. In de superseminar kunnen de platinumleden nog steeds terugkijken. En nieuwe platinumleden ook. Tot aankomende zondag. Dan is die weg. Even kijken. Die AIX heb je meegenomen. Nee, niet de klapper van de week, JWB. De weekklapper van de dag. Ja. Dat is het. De weekklapper van de dag. Even kijken. Netflix. Oké, doet het gewoon goed. Micron Technology. China gaat sowieso goed. Oké, ik hou niet zo van flauwe grapjes, maar deze vind ik leuk, meneer AMD. De Haan. Netflix. Weet je hoe mijn hond het liefst in Netflix kijkt? Nee. On demand. Ja, die is wel flauw. Die vind ik wel leuk. Ja, oké.
PayPal, betalers. Ja, die hebben het zwaar, hè. Volgens mij ook Square Blocks. Ja, Blocks heet het tegenwoordig. Die ging ook hard onderuit. Dat is weer even heel wat anders, Baron van Neemwegen. Jullie hebben toch ook op de top je huis gekocht? Ja, dat begrijp ik. Maar ik heb ook op de top een huis verkocht. Dus dat heft elkaar op. Ik had verschrikkelijk veel winst op het eerste huis. Nee, maar ik snap ook nooit de paniek op de huizenmarkt van de mensen die al in de huizenmarkt actief zijn. Nee. Wat jij verkoopt, levert eventueel minder op. Wat jij koopt, is ook goedkoper. Als jij iets verkoopt met winst, dan koop je ook iets anders voor een hogere prijs. Ja. Als jij in die keten zit, maakt het bijna geen reet meer uit. Het probleem zit bij de starters. Zeker. Ik heb 150% winst gemaakt op mijn huis of zo. Natuurlijk koop je dan ook een huis wat duurder is. Maar dat is heel anders dan dat je gaat zeggen, ja, ik ga nu op de top investeren in huizen en dan ga ik lekker verhuren. Dat is heel anders. En daarom is die huizenmarkt heel gek. Dat je soms ziet dat die zo crazy hard kan stijgen en nu werd voorspeld. Nou ja, volgens mij zat er ook nog een video aan te komen. Oké, we kunnen wel een daling verwachten, maar je ziet toch dat die best scherp is. En dat mensen in één keer terughoudend worden. Dan denk ik, ja, je moet toch ergens wonen en er is nog steeds een tekort. Dus dat... Dit is een hele mooie. Want er is er maar één in de chat die kan weten wat de weekklapper van de dag van Robin is. Nou. En dat is Dennis Soutenbier. Die zegt ook, zeker Warface. Ja, Robin heeft even een flink weekklappertje van de dag gedaan. En Dennis, die weet hoe dat eraan toe gaat. En daar is niet altijd iedereen het mee eens. Ik heb op mijn oude werk wel eens wat boksen door het ruim heen zien vliegen, hoor. Als iemand het er niet mee eens was. Eén of twee nummertjes, dat vind ik prima. Maar daarna is het ook wel sloes voor mij. Hij wordt oud, hè? Ja. Oké, dat was dat. Ja, deze wil ik ook nog meenemen. Maar hij is nog steeds niet ingelogd, zie ik. Want ik had een winning streakje gedeeld. Kijk, dat komt soms voor. Heel vaak zeggen mensen altijd, ja, jullie delen nooit uit stoppertjes en zo. Dit vind ik wel mooi, want gisteren dus Gisteren had iemand het in Discord toevallig nog erover. Die zei, ja, maar ja, delen jullie dan ook een keer dat je uitgestopt bent? Nou, ik zeg, ik weet niet waar jij kijkt, maar in de stream zegt Chris heel vaak tijdens de analyses, ja, dit was een mooie play, wilde ik spelen, ben ik uitgestopt. Nou, in Platinum delen we ook vaak zat als we uitgestopt worden. En dit is de andere kant van de medaille. Nee, maar... Natuurlijk is het leuk als je een winning streak laat zien en zegt, oké, kijk eens even wat ik kan winnen. Maar met een groot account kan je groot winnen. Maar met een groot account kan je aan de andere kant ook best wel wat verliezen. En dat is het enige wat de mensen zien. Mensen zien altijd alleen maar die winnaars. Ah, er wordt geld verdiend. Ah, dit en dat en dit. Ah, mijn buurman geld, hier geld. Maar er wordt nooit verteld, oké, 1% is 1% winst of 1% verlies. Als wij worden uitgestopt, kost het ons niet magisch in één keer minder of zo. Dan zijn we ook dat geld gewoon kwijt. En dat is gewoon het spelletje wat telt. Het spelletje van de procenten. En dat is het leuke spelletje. Dat is het proces daarachter. Het getalletje is niet belangrijk. Dat doet er niet toe. Nee. Dat is leuk uiteindelijk, maar dat moet je gaan compounden. Dat zeggen we ook altijd tegen mensen. Ja, moet ik met 10.000... Ik heb 10.000 op mijn spaarrekening. Moet ik daarmee gaan traden? Zeg, ben je niet goed bij je hoofd? Hup, 500 proberen, kan je 500 verdubbelen, ga dan verder kijken. Zo is dat. Dat is ook waarom we de $100 challenge zijn begonnen. Dat is het hele idee daarachter. Zo is het, zo is het. Chris, ik heb net een website gemaakt van Akda de Munnik. Kijk, en weer niet ingelogd. Nee, Chris is weer niet ingelogd. En je vrouw die zegt nog, ons eerste huisje was een hele goede aankoop, alleen Chris moest een jaar bijkomen na de verbouwing. Ja, ja, dat doen we niet meer. Dat herinner ik maar me. Maar ja, ik ben namelijk ook weer bezig. Dus. Dat herinner ik me nog heel goed. Oké. Crypto? Ja, de altcoins. Ik had er ook om gevraagd. Arbitrum of zo, weet ik wel wat het is. Ik zag het overal trending en zo. Ik heb geen idee wat het is, hoe je eraan komt. Schijnt dat het een airdrop is geweest. Ding ging keihard omhoog, daarna weer keihard omlaag. Airdrop hebben wij in het verleden ook wel gedaan. Onze tactiek was eigenlijk altijd hetzelfde. Hup. Ontvangen, gelijk op de markt eruit knallen. Daarna ook niet meer naar de koers kijken. Weet je, winst is winst. Meestal pakt hij ook wel de goede winst erop. Zal ik dit traden? Ja, dat is vraag om problemen. Dat, zowel niet short, ook al denk je het is een shitcoin. Een shitcoin. En niet long. Het is gewoon risicovol. Je moet dat gewoon niet doen. Dat is dom. En er zullen ongetwijfeld weer mensen op Twitter gaan delen. Ik heb heel veel geld hiermee verdiend. Dat is gokken. Maar dat heeft niks met traden te maken. Er zijn in dit geval weer veel meer mensen die geld hebben verloren. En ik zie mensen ook direct alweer zeggen, kunnen we vandaag naar ARP kijken? Kunnen we naar ARP kijken? Blijf nou weg bij dat soort troep, jongens. Dat is gewoon niet waar je moet zijn. Zeker niet in zo'n beginfase. Kijk, is er op een gegeven moment nou heel veel vraag en heel veel volume? Net als wat we op een gegeven moment bij Shiba Inu hebben gezien. Toen hebben we ook gezegd, nou, wij durven wel een treetje te maken op Shiba, omdat er genoeg volume was. Ja. Maar dit, zo dun, zo nee, nieuw, maar daar blijf je vanaf. Nee, gewoon niet doen. Daar blijf je vanaf. Oké, verder.
Volume is goed. Bitcoin doet het. Nou, technisch komen we erbij. Doet het goed vergeleken met de rest van de markt. Laat ik dat maar even zeggen. Ethereum. Idem dito. Cardano. Oké. Okay. Cardano gaat redelijk. XRP. Niet, nou ja, niet noemenswaardig. Wat ging er nou nog meer lekker? Litecoin was goed bezig. Litecoin komt ook. Kan jij dat opzoeken? Wanneer de halving van Litecoin is? Dat kan ik vinden, zeker. Daar ben ik voor. Ik ben toch een beetje jouw van Gameren, toch? Zal ik een brilletje op doen volgende keer in een petje? Nou, doe dat maar niet. Zo, ik weet nog wel dat jij was zo zuur toen je erachter kwam dat hij de Mask Simmer was in de Formule 1 Café. Ja, ik heb er nou ook niet meer gekeken. Je had echt verwacht dat het een goede coureur was. Ja. Doet hij die helemaal af, zeg jij, what the fuck is dit nou weer? Ja, maar hij heeft wel lekker geoefend. Dat was wel goed. Even kijken. Wat zien we? Litecoin halving countdown. 134 dagen, 19 uur. Oké, dat is een stuk eerder. 5 augustus 2023 zou die op dit moment, dat verandert natuurlijk altijd nog een beetje, maar dat zou het op dit moment zijn. Ja, we hebben wel wat in de porto zitten, maar ja, dat is gewoon long-term altcoin porto. Zit Litecoin in de altcoin porto? Volgens mij niet. Hebben we die niet juist? Volgens mij niet. Dus we hebben geen Litecoin? Volgens mij niet, nee. Weet ik vrij zeker dat we Litecoin er niet in hebben zitten. Dus dan missen we de boot. Hey, wat gebeurde er nou dan? Ik weet het niet. Ging ik nou omlaag? Ik weet het niet. Ja, het is net een buschauffeur, jongen, die stoel. Die ken lekker man. Ja, voor de rest zie ik niet zo heel veel. Even kijken, Bitcoin. Wat heb ik vandaag allemaal ingekalkt, ingetekend? Oké, die is nice, hè? Die is nice. Heb je het dan over 1125 gratis tokens of 1.125. Als je 1100 gratis tokens hebt gekregen en je hebt ze op 106 eruit kunnen knallen, want hij heeft op 106 gestaan geloof ik toch, Arp. Ja, dan volgens mij was hij daar maar 1 minuut hoor. Dus het lijkt me heel sterk dat mensen daar verkocht hebben. Die, volgens mij staat hij nu op $1.30 of zo. Ja, die prijs was van 106 heel snel terug naar 1.88 of zo. Maar goed, dan heb je toch 1100. Ja, maar ik weet niet vanuit waar die airdrop komt en hoe dat geregeld is. Maar wij hebben wel eens contact gehad met dat soort projecten en groepen en weet ik wat allemaal. Niet van ons uit, maar die benaderen ons. En dat was een structuur van, nou wij hebben de coins al, wij kunnen ze al dumpen. En dan worden ze eigenlijk nog gelist en dan kunnen wij alvast orders plaatsen. Dat was eigenlijk een beetje de hele structuur erachter. Dat is waar de moentjes en zo het allemaal van doen, hè? Tuurlijk. En dan achteraf zeggen, kijk eens, ik heb een Bugatti gekocht. Ja, die hebben jullie betaald. Dat is makkelijk. Nee, dat is echt triest. Dat is echt heel triest. Dus ik hoop dat dit wel... ik hoop dat iedereen zijn centjes kan meepakken. En is dat zo? In het dan ook? Ja, zo is dat. Even kijken, deze was long. Deze was long, deze was lekker. We hebben vanochtend gedeeld. En long? Ja, nou, had je zeker long kunnen pakken. Longetje en een shortje zat er ook nog in. Ja, prijsactie is toch heerlijk. Als je de afgelopen... Wanneer? Even kijken hoor. Gisteren. Dit was FOMC, richting FOMC. Nee. Dan ga je 2% omhoog. Als je de airdrop mee hebt gepakt, jongens. Prima, weet je, dan moet je het verkopen en cashen. Dat is gratis geld. Maar ja, je gaat er niet nu in proberen een slag te slaan. Dan ben je gewoon te laat. Nee. Meestal als jij denkt dat het interessant... Als de mensen denken dat het interessant is, ben je te laat. Ja. Als iedereen denkt dat het interessant is, ben je te laat. Ja. Zo moet je nadenken. Oké, min 8% ongeveer. Daarna weer 8% omhoog. Ja, het is gewoon lekker. Dit is gewoon een goede prijsactie. Dit zijn... Je maakt nu ook trades. Dat heb ik ook op Twitter gedeeld met dat $100 accountje. Kan ik dat natuurlijk gewoon makkelijker laten zien. Is gewoon leuk. Je ziet gewoon dat je in die paar dagen rendement kan maken voor weken. En dat is gewoon nice als je aan de goede kant zit. Kan je ook worden uitgestopt? Ja, maar maakt het dan uit of je door 0,05 wordt uitgestopt percentage overschrijding of 3%? Nee, want dat is een harde stop. Oh. En de winst aan de andere kant, die is wel lekker meegenomen. Zo is dat. Zo is dat. Even kijken wat we nu gaan doen. Ik wil heel even gaan spieken eerst bij de indices dan. Even kijken wat daar gebeurt. Baba hebben we vorige stream meegenomen, Bas. Even kijken. Ja, dit gaat direct. Oké.
Hoe weet je van tevoren dat ARP gaat groeien? Gok je of? Nou, ik weet niet wie dat in de chat zegt, maar dat weet je van tevoren niet of die gaat groeien. Dat weet je helemaal niet. Als je dat nu gaat kopen en zeggen, yeah, let's go, dan is dat inderdaad eerder een gokje dan dat je dat op serieuze manier kan doen. Even kijken, we zagen een stijging in het begin van de middag en daarna een dump. En dat is een goede dump eigenlijk, als je de high meeneemt. Ja, dat is op de low time ook een rejection. En dit was al een rejection. Oké, lager als gisteren. Het was een plusje. Het was toch bijna 1% plus op het midden van de dag. Ik kijk nu niet naar de S&P, hè, want de S&P heb ik al. Ik ga ervan uit dat we dat op gaan zoeken dan. Als we gaan rejecten. Maar ik ga even kijken wat dat kan betekenen voor Bitcoin. Want is Bitcoin echt in staat om, als echte indices en het macro-economische nieuws niet super denderend is, banken ook nog steeds een risicootje en de S&P echt blijven hangen, echt wegvalt, kan Bitcoin dan blijven hangen? Ja, dat zou toch serieus. Elke dag dat Bitcoin dit doet, speelt het zichzelf in de kijker. Komt het toch in de spotlicht? Want iedereen denkt, ja, alles is wrekt. Ik kan nergens meer geld verdienen. Mijn aandelen die doen het niet goed. En het is nerveus en dit. Maar iedere dag zien ze wel. Hey, Bitcoin plus 2,6%. Dat is toch wel interessant. En dan komt misschien die hedge gedachte meer. En dan ga ik heel even kijken naar wat goud dan doet. Doet goud hetzelfde? Ja, oké. Goud doet wel hetzelfde. Hebben ze dan een nieuwe high? Even kijken, dit is wel echt een flinke puls. Oké, hier staat er ook wel een beetje naar te kijken. Ja, ik verwacht hier ook wel ergens nog een kleine resistance. En als je het helemaal vergelijkt met goud, want ik zag de vergelijking ook wel langskomen, is niet helemaal eerlijk. Want dit was voor Bitcoin de all-time high. Dus dan hadden we nu op hele andere prijzen moeten staan als we echt dat één op één hadden gevolgd. Dus we zitten ergens heel raar ertussenin of zo, nog steeds verweven. En mensen zeggen altijd, ja, hij is ongecorreleerd. Er is altijd natuurlijk, een investeerder of een belegger is een belegger. En het zit in hetzelfde mandje, het zit in hetzelfde portfolio, het zijn dezelfde personen. Vaak reageren ze ook hetzelfde. Je ziet alleen dat de doelgroep in een bepaalde sector dan wat groter is. En dat daardoor de verschillen wat groter zijn. Nou, eerst kon je meer de vergelijking trekken tussen Bitcoin en bijvoorbeeld tech stocks, Nasdaq en dat soort gebeuren. Dus dat is wel de reden waarom ik altijd naar dat soort cijfertjes kijk. Op dit moment. Ja, deze zou je eigenlijk ook nog kunnen spelen. Die is al uitgespeeld. Dat was letterlijk deze trade geweest. Shortje was op zich best wel prima te spelen hoor. Dit waren de leveltjes van gisteren of zo die we aangeven. Ik weet niet wat ik hiermee bedoel in ieder geval. Ja, dit was wel een rejection gewoon, hoe je het went of keert. Volgens mij op 700 ben ik uitgestapt. Hier had je echt dat treetje kunnen pakken. Dat moet je even gewoon op Twitter. Je kan letterlijk mijn entry gaan zien. Dus, ja, en ik zag al vragen voorbij komen en waar stonden de TP-stel en de stoplossen. Ja, maar we delen dat niet. Dat soort dingen. We gaan niet alles delen. Nee, weet maar je? Dat soort dingen, als je dat dan wel graag wil zien, dat soort dingen delen we in plat. Dat soort dingen delen we daar allemaal. Hoe we ergens aan komen, waarom er ergens een stoploss staat, waarom we TP's nemen, et cetera. Dat zie je daar. Robi Sorber zie ik zeggen, ik merk dat ik zelf niet heel vaak gevuld word. En te defensief denk in verband met liquidity pools. Hoe gaan jullie hiermee om? Als je te vaak niet gevuld wordt, moet je aan je entry gaan tweaken. Als vaak TP's niet gehit worden, moet je aan je TP's gaan tweaken. Als vaak je entry net niet gehit wordt, moet je inderdaad zorgen dat je daar een beetje mee gaat spelen. Als je stoploss te vaak gehit wordt, moet je meer ruimte nemen. Het zijn eigenlijk antwoorden die, vragen waar je heel makkelijk een antwoord op kan vinden, bij jezelf al. Ja. Als je zegt, oké, ik word dus te vaak uitgestopt, ja, dan weet je dat je of een andere entry moet gaan vinden, of dat je je stoploss moet verplaatsen. Je moet zelf gaan tweaken. Ja, je kan wel elke keer hetzelfde blijven doen, maar als je dan nog steeds elke keer niet gevuld wordt, ja, dan kan je. Ja, dat zien we bij in cirkels te blijven lopen, maar dan kom je niet verder. Ja, maar je bent al heel ver als je van jezelf erkent wat er fout gaat. Ja. Dus het goed bijhouden van je trades. En daarna de oplossing is juist meestal super simpel. Als jij weet wat er fout is, dan hoef je het inderdaad alleen maar te veranderen en door te voeren. Ja. En dat is ook, zien we ook wel bij heel veel mensen, dat ze inderdaad dan op dezelfde manier door blijven gaan en dan een ander resultaat verwachten. Ja, dat is natuurlijk een beetje gek. Ja, dan zeggen ze, het werkt niet, dat traden. Nee, je moet zorgen dat je dan ook iets verandert. En dan kan je voor jezelf zorgen dat je
stappen gaat maken. En ik zie Leon niet zeggen waarop, weet ik niet. Maar het zijn nog steeds geen signals. Nee, signals geven we niet. Kijk, net als die trade die nu uit is gespeeld. Als we daar van A tot Z uitleggen wat er gedaan is en waarom het gedaan is achteraf. Dan kan je daar heel veel van leren. En als je het graag vooraf wil horen, ja, dan moet je lekker ergens een signal group joinen waar je toch geen geld gaat verdienen. Want dat is niet hoe het werkt. Wij leren mensen traden. We gaan niet heel de boel zitten voorkouwen en zorgen dat jij iemand kan kopiëren. Want dan leer je niks van. Zo ben ik van mezelf ook al helemaal al niet ingesteld. Als iemand aan mij een vraag stelt, dan kaats ik gelijk de vraag terug. Omdat je dan zelf gaat denken. Jij hebt er niks aan als ik alleen maar dit moet je doen. Weet je? Nee. Nee, en we leggen je juist wel uit wat je moet doen en hoe je het moet doen. Maar niet precies waar je het moet doen. Nee. Dat moet je zelf uit gaan vinden. Even kijken. Ik vind dit punt wel interessant. Dus die is uitgespeeld, die is nice, dat kan. Ja, ik zou het wel altijd weer beloofd het schoon te houden. En dat staat allemaal weer van de voorgaande. Platinum aan. Moet gratis uit te testen zijn, al is het maar één dag. Nou, Platinum moet helemaal niks. En als jij het serieus neemt, dan ben je van harte welkom. Nee, en als je op zoek bent naar gratis service, ja, dan ben je niet bij ons. Nee, maar dat kan ik heel goed toelichten. Dat doen we expres niet. Anders komt er allemaal troep en ellende in mijn Platinum. Ja. Als je af en toe ziet hoe... het open kanaal waar dan 30.000 mensen in zitten. Als je af en toe ziet hoe toxic daar op elkaar gereageerd wordt. In Platinum is dat sfeertje totaal niet. Want iedereen die daar zit neemt het serieus. Als we dan allemaal mensen krijgen die het gratis even kunnen proeven. Dan wordt het een zootje. Dus we hebben liever alleen maar mensen die het serieus nemen. Dan houden we en de sfeer goed. En gewoon de neus allemaal dezelfde kant op. En dat is belangrijk. Platinum is een stukje waar we alle kwaliteit bieden die er is. En dat willen we graag zo houden. Hoe kreeg je nog wel bij de slager gaan plakje worst? Ja. Nou, is dat nog van de tijd? Ja. Ja, wel? Ja, bij de slager weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel altijd bij de kaasboer. Als wij daar komen, dan krijg je altijd een stukje proef hoor. Lekker. Maar komt dat dan omdat je er zo hongerig uit ziet of zo? Dan, op dit moment denk ik wel. Je blijft gewoon zo lang wachten totdat hij dat plakje aanbiedt. Dan ga je gewoon niet eerder weg. Ja en nee. Nee. Ten eerste zijn het op de grote baas bij de kaasboer na... allemaal dames die daar werken. Ja. Een vriendin van Kendra die werkt daar ook. Ten eerste, als je binnenkomt, van elk kaasje bijna die er staat, ligt er een stukje om te proeven. Ah, okay. Dus als ik daar binnenkom en Kendra is aan het bestellen, sta ik alles te proeven. Ja. En als je wat koopt, zeg dan wil je een stukje proeven. Dan zeg ik ja, tuurlijk. Hey, ik vind kaas wel, ik ben wel gek op kaas. Ja. Er is zoveel verschil in kaas, dat kan je bijna niet geloven hoeveel verschil daarin is. Ja. Weet je wat lekker is? Ja. Truffelkaas. Nee, dat vind ik... Truffel vind ik zo lekker. Nee, overal, dat lijkt me nou helemaal niks. Truffel is heerlijk. Nee. Top. Maar goed, we zijn geen kaaskanaal. Ik ben kaasboer geweest. Even kijken hoor. Die kan weg. Dit kan ook weg, want dat was van de dag tevoren. Dit was gefrontrund. Die staat eventueel nog wel open. Hè. Die leveltjes staan er nog. Dit kan weg. Dit kan weg. Even kijken hoor. Die zon is eigenlijk een beetje opgeschoven. Ik ga het wel schoonmaken. Ja, 1 april ben ik inderdaad weer een jaartje ouder. En 1 april hebben we op zaterdag een speciale gast ook in de zaterdagstream. Ze worden heel leuk. Zo, deze. Dat wordt een hele leuke. Dat is hem, hè? De gain is er geweest. Dus, truffel mayonaise is ook lekker. Alles waar je truffel voor zet, dat eet ik op. Ja, die vind ik nice. Daar kan je zeker een treetje pakken. En of die goed gaat, dat weet ik niet, want dat weet niemand. Dat is waar. En dan zeggen ze, ja, maar jij bent op een trader. Ja. shortje. Lord Kaasboer, ja. Dat zei hij toen we bij de voedselbank waren. En nam die Mike in de maling. Zegt, ja, ik ben kaasboer geweest. Maar Mike geloofde het echt. Oh. Ik zat er ook het meest naast qua gewicht en zo. Dus dat was een slechte kaasboer geweest. Ik vond het wel een leuke dag, zou ik zeggen. Ik vond het wel een mooie dag. Ja. Ik heb toch wel indruk gemaakt, vond ik hoor. Absoluut. Ik zou persoonlijk hier kijken, maar even, ik ga niet helemaal toelichten. Maar even, als ik dan zou moeten kiezen, daar denk ik. Dat is dan de rejection van de high. Dit was gewoon de betere trade, hè. Dit is de trade van de trade. Daar ben ik niet zo heel erg gecharmeerd van. Misschien zou je zelfs hoger moeten kijken. Een stukje liquiditeit. Dat zijn de setupjes die er liggen. Dus ze zijn wel alle drie speelbaar. Hè? Als jij hier een stoploss plaatst, dan... de entry is er, dus. Ik ga met hagel schieten. Zo, hagel schieten. Dat hebben we in de ICO-periode wel gedaan. Hoor. Nee, maar ja, als je op een gegeven moment wil leren traden... en je wil tradejes draaien... en je wil een journal opbouwen... en je wil data verzamelen... ja, dan zou je toch echt die knop in moeten drukken.
Nou, dan kan je wel gaan wachten tot het perfecte moment. Ja, als jij 10 jaar wacht op het perfecte moment, dan leer je niks. Nou ja, maar dit vind ik goud. En dit is ook precies waarom we het dus niet doen. Mensen zeggen allemaal, platinum is top, platinum is super, platinum is een kleine elite qua doorzetters, merk ik. Platinum is top. Ik heb een tijdje getwijfeld en rondgekeken bij de buren, maar platinum is waar je echt leert treden. Ja, platinum is de beste investering van 2023, jongens. Ik hoef geen verklaring te geven van als iemand aan mij vraagt, ja, moet ik in platinum? Dan zeg ik, vraag het aan de mensen die er zitten en niet aan mij. Nee, maar dat is toch ook het hele idee. Als jij, dit als, is de mooiste als kut zou zijn, dan is het kut. En als het goed is, is het goed. Ja, meer kan je er niet van maken. Zo is het. Port of Control ligt hier wel. Ja, maar ja. Moet ik ook nog een scalp mee geven? BTC gaat de banken vermoorden. Nou ja, ik denk altijd dat er banken zullen blijven. Hoe je het ook bent of keert. Nee, je hebt banken nodig. Hoe ziet een wereld zonder banken eruit dan? Ja, maar ik snap ook niet. En ik wil dat wel eens voor me zien dan. Ik probeer dat altijd mezelf een beetje te visualiseren. De mensen die zeggen, ja, we moeten decentraal. We moeten allemaal eigen baas zijn en weet ik veel wat. Als er geen, tuurlijk, de overheid doet heel veel dingen niet goed en zo. Maar als er geen stuur meer is en je mag allemaal zelf maar doen wat je wil, dan wordt het één grote teringzooi. Dat is gewoon zo. Dokon vandaag gearresteerd. Ja, Dokonnetje! Daar stond Chris net om te lachen bij de koffie. Hij probeerde naar Dubai te gaan of zo, toch? Ja, hij... Met een pruik op en een bril. Hij was opgepakt vanuit, weet niet, met vermomd en met een... Plaksnor. Ja! En met een document uit Costa Rica en zo. Ja, weet je wat is? Dat soort gasten moesten gewoon oppakken. We hebben het ooit al een keer eerder gezegd. Ik denk dat er nog heel veel gaan volgen. En niet alleen uit die scene, maar ik denk ook uit de influencer scene en zo. Er gaan heel veel mensen nog nat. Kijken jullie nog steeds long als we meer richting 30k gaan? Jullie waren eerder van mening dat hij nog wel eens door kan schieten naar 30k. Nog steeds dezelfde gedachte, aangezien het lang duurt. We hebben nooit gezegd dat hij in één rechte lijn naar 30k gaat. We hebben gezegd dat 28k ligt een tussenstop. De twee levels die daarboven liggen, die heeft Chris de vorige stream ingetekend. Ja. Waarvan hij zegt, daar liggen nog hiccups. Ja. Je gaat nooit in één rechte lijn. Nee. Dus als hij naar 30k gaat, kijk je dan nog steeds long? Als hij naar 30k gaat, zeg ik, the trend is your friend. Dus tuurlijk kijk je nog steeds long. Betekent dat dan dat je niet short mag? Nee, je kan altijd short. Je kan altijd long, je kan altijd short. Alleen op een bepaald moment zal een long geen runner worden. En op een bepaald moment zal een short geen runner worden. Omdat je met een andere trend bezig bent. Maar het klinkt misschien... kijk, we hebben dat al zo vaak gezegd. Laat die getallen dan los. Die 30k interesseert me gereed. Nee. De trend en de onderliggende prijsdiscussie. Afgelopen dagen heb je voor een maand lang rendement kunnen maken. Als je gewoon had getraind. Ja. Heb ik niet naar getalletjes gekeken. Het gaat om de onderliggende prijsconstructie. En hoe je daarop treedt. En wat het prijsje is. Het gaat om de percentages winst die je kan maken. Hetzelfde met verliezen waar je het net over had. Het gaat echt om de percentages. En dan zie ik vorige stream zie ik iemand zeggen. Ja, maar ja, ik vind het niet leuk als ik met mijn percentages een tientje verdien. Als je er zo in staat, ga je nooit een succesvolle trader worden. Nooit. Want het gaat om het spelletje. Het gaat om het begrijpen van hoe je je vermogen kan laten groeien. En kan je van 100, 200 maken, kan je van 200, 400 maken. Tuurlijk. En kan je van 400, 800 maken, kan je van 800, 1600 maken. En zo kan je dat laten groeien. Maar als je dat tientje al niet interessant vindt. Ja, maar we zijn allemaal begonnen met het tientje. En weet je wat het grappige is? Juist het traden op dat kleine $100 accountje vind ik gewoon het leukste wat er is. Altijd die kleine accountjes laten groeien. Dat is het. Dat is het spelletje. Dat is het. Een lower time frame zag ik niet echt iets. In 90 dagen 1,5 miljoen per bitcoin, toch? Nou, van de week was het nog 1 miljoen. Dus dat gaat wel heel, heel snel. Volgens mij heeft Arthur het ook gezegd nu. Leeft hij nog, Arthur? Ja, maar die neem ik... Hoe is het met hem? Volgens mij heeft hij even gezeten. Oh wel? 3 maanden volgens mij. Okay. En volgens mij heeft hij ook geschikt. Hij is ook geen CEO meer. Hij zal ongetwijfeld nog voldoende geld hebben. Maar die man weet wel waar hij het over heeft. Hij is wel ook altijd aan het trollen heel vaak. Hij heeft ook gezegd 1 miljoen. Ja, maar toch denk ik... Had er wel een goed verhaaltje bij hoor. Maar ik denk... het getalletje is dan nog steeds... Ook al zegt hij het. Het getalletje is niet zo heel erg belangrijk. Ik denk dat de richting meer belangrijk is. Dus... Ik verwacht ook dat de prijs omhoog gaat. En hoe lang? Ja, dat interesseert me niet zoveel. Nee, ja, liever snel, maar dat kan ik niet afdwingen. Ik wil ook dat hij morgen op 250k staat. Zou je dat willen? Ja, dat zou ik wel lekker vinden, ja. Platinum heeft mij geleerd geen voorkeur te hebben. Ja, dat is ook belangrijk. Is belangrijk.
Berry en Chris, leuk idee om deze stream even door te laten lopen vanavond samen naar 31k. Ik weet niet of dat er vanavond in zit, maar we gaan in ieder geval wel eventjes kijken richting ING. ING'tje. Is daar dan weer veel gebeurd? Wie is die tweede waar Chris het nu over heeft? Arthur Hayes, dat is, was de CEO van Bitmex. Ja, dat is waar we eigenlijk een beetje begonnen zijn, hè? Bitmex was het eerste leverage platform waar wij mee begonnen. En toen werden we door heel veel mensen in Nederland voor gek verklaard. Ja. Want je bent niet goed bij je hoofd en je gaat toch geen leverage traden. En dat is levensgevaarlijk. Toen zeiden wij al die anderen in Nederland, die hebben geen flauw idee hoe leverage werkt. Want het is niet gevaarlijker. Nee. Het is totaal niet gevaarlijker als de rest. Ja, 1% verliezen op je account is en blijft 1% verliezen op je account. Maar dat kwam toen omdat het gewoon nieuw was in Cryptoland. Ik heb daarvoor helemaal zelfs in het begin nog heel even op Bitfinex getraind. Maar dat vond ik nooit een prettig platform. Even kijken, het staat er niet meer tussen. Ja. Even kijken. Aandelen is swingtraden, toch? Je kan geen stoploss plaatsen. Je kan op aandelen ook gaan traden. Alleen wij doen meer de grotere moves op aandelen of investeringen. Nee, maar als jij intraday... Traden doen we wel op crypto. Als jij gaat aandelen gaat intraday traden, dus gewoon day traden. Je zorgt dat je voor het eind van de dag je positie hebt gesloten. Ja, dan je moet wel gewoon weer stop gaan werken. Tuurlijk, als je echt aan het traden bent, dan kan niet. Je stop. Dat is het probleem met heel veel mensen ook. Dat ze naar hybride oplossingen gaan zoeken. Als jij een investeerder bent, ben je een investeerder. Ben je een trader, ben je een trader. Ja. En heel veel mensen zijn beide, dat snap ik. Dat kan ook best naast elkaar. Maar dan houden we het gescheiden. Ga niet zeggen, ja, nou die trade is zo slecht, dan is het maar een investering geworden. Dat kan natuurlijk niet. Nee. Of ja, ik heb een hele grote investeringsportfolio. Laat ik dat lekker gebruiken voor traden, dan maak ik extra rendement. Dat is een gevaar. Je moet die dingen wel los van elkaar blijven zien. Dat is heel belangrijk. En dat wordt ook heel gevaarlijk als je dat wel door elkaar gaat halen. Hoeveel accounts hebben jullie op Instagram? We hebben één account en dat heet gewoon DopeyCash, zoals je het hier ook spelt. Er zit geen dubbel S in, er zitten geen rare tekentjes in. En je vindt ook altijd op onze website www.dopeycash.nl vind je alle linkjes daar naartoe. Op YouTube staan er in de banner linkjes naar onze socials. We hebben maar één Instagram account, de rest is allemaal scam. En als jij een berichtje krijgt, hey, hoe gaat het met de handel? Zullen wij voor jou gaan investeren? Is allemaal scam. Kijk er maar uit, ze nemen je allemaal aan de maling. Wij gaan niet voor je investeren. We gaan je nooit vragen om geld en we gaan je nooit uit onszelf een bericht sturen. Pas daarmee op. Of je moet heel graag van je geld af willen. Dan kan dan mag je ons altijd wel benaderen. Ja. Als je zelf heel graag van je geld af wil, mag je ons wel een berichtje sturen. Dat mag altijd. Even kijken. Ik verwacht geen nieuwe loods. Dat was XBT, ja, toilet paper. Bitcoin op Bitmex. Dat weet je goed. We hebben toch ook wel heel veel dingetjes meegemaakt. Was goede tijd. Ja, goede dingetjes meegemaakt. Jij zat heel de dag in de trollbox. Je zat alleen maar te irriteren daar. Vond ik leuk. Mensen een beetje gek maken. Ik ga hieruit van een higher low scenario. En dat is in dit blok, in dit prijsblok. Ik zie dit niet gebeuren. Sluit ik het uit? Nee, want het kan wel gebeuren. Investering technisch is dat niet zo heel erg. Zelfs al, ik denk dat het heel moeilijk is als je met dit aandeel onder water staat. Maar dat daar gelaten. Koop ik hier nog wel een plukje bij. We zitten al best wel goed in positie. Dus we hebben hier ook alweer goed ingeschaald. Hier winst genomen. Ik ben niet heel erg... Als je hier de move hebt gemist. Want we hebben hier letterlijk ingeschaald. Dan kan het nog wel als je hier een higher low maakt. En die confirmatie is er eigenlijk al. Dus je hebt hier al gegained. Drop-off, gegained. Ja, een beetje liquiditeit opzoeken. Dat is moeilijk. Dat zit hier niet zo even tussen. Een voordeeltje. IS. Je kan kijken hoe de IS nu sluit. Hoe Europa daarop reageert. Je ziet wel dat dat niet helemaal meer synchroon loopt. Maar ik verwacht wel dat dit nog kan worden opgevuld. En ik zou dan gewoon lekker zo defensief mogelijk erin gaan. Ja. Rond een tientje. Grim 447. Nemen jullie op 30k al winst op je long-term Bitcoin stack? Ik persoonlijk heb rond 36k een TP staan voor mijn eigen investeringsdeel. Dat investeringsdeel ben je natuurlijk op de weg naar beneden gewoon aan het bijtreden. Koop je nog steeds spot, dat is gegroeid. En rond 36k ga ik daar een TP'tje nemen. En een TP'tje voor mij op mijn investeringsgedeelte staat gelijk aan een 5% of zo van de porto. Hè. Dat is niet dat je heel veel van je positie sluit. Want ik zag er straks ook een bericht onder een YouTube video. Toen zei iemand, ja, maar ja, jullie hebben het altijd over winst nemen. Maar wat als ik winst neem? Dan mis ik de boot. Ik zeg, nou, ik weet niet. Maar als je 5% winst neemt en je hebt 95% over en die boot vaart weg, dan zit je nog steeds met 95% aan boord. Dan hoef je je toch geen zorgen te maken. Ja. En dat is hoe je dat moet doen. Je moet met een stukje winst nemen. En waar je dat doet, dat is natuurlijk helemaal aan jezelf. Hè? Maar je mag van mij rustig weten. Op 36k, ergens in die zone,
Daar ga ik een stukje winst nemen. Dan ga ik op 35.999. Ik bedoelde 35.6. 35.9. Nee, ik ga het niet meer zeggen nu. Oké, okay. Ergens in die richting in ieder geval. Oké. Chili's, USDT. Zo. Ja, de voetbalcoin is dat toch? Ja, maar tegenwoordig sponsort alles, ja, alles toch? Maar... Is er een crypto die niet iets sponsort? Ja, de coins die al rek zijn. Maar ja, nee, maar dat is het. Je kan altcoins indelen in een paar soorten dingen. Maar... Je hebt de coins die nu nog aan het runnen zijn. Dan zijn de coins die al rek zijn. En de coins die nu aan het sponsoren zijn, waardoor ze rek gaan. Ja, maar zo snel als dat ze erin kwamen in de sportwereld, zo snel zijn er ook een aantal eruit gegaan. Ja. Waar ik niet van had verwacht. Nee, maar je ziet nu ook dat... ja, wat is Doge dit? Hebben we ook vorige stream gedaan, Willem, van Dessel. Dit was toch... Maar het was toch een soort... hier hebben we zoveel rendement meegemaakt. Dit hebben we toen nog hier ergens in die periode getreden. En toen deze run meegemaakt. Dit was toch dat betaalmiddel of zo in Zuid-Amerika? Dat Chili's, is toch Chili's? Chili's, dat was die fan token voetbalcoin. Oh, maar ik dacht ook dat en we hebben daar gemaakt. Jij hebt daar toen een positie gehad, dat weet ik nog, die zat ergens hier. Ja. En toen is gewoon dit gebeurd zo. Ja. En toen dacht je, oh, hey, ik had nog een plukje Chili's. En ja, dat was een paar honderd of zo. Maar ja, een paar honderd die 3000% meemaakt. Ja, dat was wel lekker. Ja, hij zou nu iets moeten doen. Letterlijk waar we nu staan. Kan dat nog iets lager? Ja, eigenlijk niet. Nou ja, daar heb ik wel direct ook weer wat op terug, Nick van der Laan. Hij zegt, Ber, ik ben het er deels mee eens over de ontevredenheid van een tientje verliezen. Ik vind het een mooie vergelijking alsof je in een 500 euro auto rijdt en eentje van 50k. Met een duurdere ga je veilig om. Maar in een 50k auto ga je niet rijden als je nog geen rijbewijs hebt, want het gaat mis. En dat is het hele punt. Ja. Dus ik ben het nog steeds niet met je eens. Je kan het niet goed praten. Nee, je kan het niet goed praten. Want je gaat niet in een auto van 50k of van 100k rijden als je nog nooit hebt gereden. Het principe is hetzelfde. Gaat niet goed. Dat is te risky. Dus dat moet je niet doen. Oké. Okay. XLM of was je nog, ja. Dit kan een. Dit had een entry kunnen zijn. Als je er nu nog niet in zit, kan je. Want hij is wel aan het roteren. Hij respecteert wel. Oké. Okay. Voor mij was de fan-token-achtig iets, toch, Chili's? Ik weet niet, nou gaan mensen allemaal dingen zeggen. Ja, dan zou je de volgende impuls moeten... Je zou zelfs dit nog kunnen doen. Ik weet het niet, jongens. Ik hou niet van dit soort... Ja, creators of the fan-tokens. Zie je, het zijn fan-tokens. Okay. Zo zou het moeten worden. Even kijken, die staat goed. Deze staat goed. Die entry kan je ook nog nemen. Dus dit komt hier vandaan. Even kijken hoor, dan zou ik... Hier staat niks. Hier mis ik eigenlijk een marker. Maar hier zo. Dat is het een beetje. Okay. Je hebt een dubbele constructie. Hè? Je hebt je dubbele gain al. Je hebt ja. Je hebt ja, je low. Maar... Lekker. XLM'tje. Gaan we naar kijken. XLM'tje. Komt enigszins op hetzelfde neer. Kim Closjeret. Maar als je iets van Platinum wil zien, heel graag. We hebben al wel eens een Plat stukje opgenomen en gedeeld op het kanaal. In de 24 uur livestream van afgelopen jaar hebben Vincent en Mike een Platinum live sessie live gedaan. Dus als je dan zo graag iets wil zien, dat zit daarin. In de 24 uur stream zit een Platinum live. Maar wat is dit dan? Moet je even zoeken. Maar... ja, dat is de XRP tegenhanger toch? XLM? Toch? Dat is toch de XRP-broeder of zo? Het is volgens mij een vork gewoon. Maar, ja, kleine kindje, wat is het? Ja, ik weet het niet, jongens. Nee, ik weet het wel. Hier zit ik niet aan dit soort dingen. Daar zit ik niet aan. Zullen we naar de volgende gaan? Nee, ik wil wel even een analyse proberen. Als het me lukt. Oké, als je dit had je onmogelijk kunnen spelen. Onmogelijk. Exact. Air France man, op een oude fiets moet je het leren. Zo is het. Even kijken. Nee, er ligt geen setup. Je gaint hier misschien een of ander heel vreemde drop-off point. Dat zou dan dit punt zijn. Daarna zet je de higher low neer en je zet hier gelijk een rejection neer. Je hebt geen sterkte, geen koopbereidheid. Misschien zelfs wat compressie. Daar zou je misschien naar kunnen handelen. Hier kijken.
De rejection van die. Nee, shorten doen we niet. Ja, het is risky. Weinig prijsactie. En de voorgaande trend ziet er niet heel erg denderend uit. En dan ben ik nog mild. Duidelijk. Litecointje. Litecoin. Ja, daar komt een halving van. Meen je niet. Wanneer dan? 140 dagen toch? Ja, augustus 2023. Okay. Ja, je hebt toch wel meerdere trades opgemaakt. Hè? Dat was wel goed. Als je nu nog Plat neemt, kun je de Super Seminar dan nog zien? Ja, tot zondag. Tot aankomende zondag kan je die binnen Plat nog zien. Ja, ik ben hier niet geïnteresseerd. Laten we maar hier eerst bovenuit komen. Voordat we iets gaan doen. Wat wil je dan doen? Deze. Die. Na de game. Oh ja, die is lekker. Die is lekker. $90. Na die gain. En die gain is hoger. Dat is zeker 110 even eruit testen. Dit is wel een beetje... In deze lokale range is die uitgeput. Je zou zelfs kunnen denken... aan een short. Maar vergeet dat maar. Want we zeggen altijd dat je dat niet moet doen. Kijk. Daar heb je onze eigen timestamp, man. Dat is wel echt een naam voor een superheld, vind ik eigenlijk. Nou, vind je niet? Voor onze Rasgris? Ja. Timestamp, man. Nee, de timestamper. De timestamper. Ja. Nou, daar heb je de timestamper, jongens. Hij heeft het alweer eventjes geregeld. Kim Closeret, de superseminar, vind je terug op 7 uur, 5 minuten en 25 seconden in de 24 uur stream. Kijk, heb die weer even geregeld, hoor. Even koeken. Wat zag ik? Kun je daar naar kijken? Blijk van waardering. Jazeker, met bijna 1200 kijkers en 410 duimpjes, zeg ik, met 1200 kijkers. Willen jullie alsjeblieft allemaal even op die duim omhoog drukken? Is voor jullie een hele kleine moeite en voor ons een blijk van waardering. Dus doe dat even. En heb je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Abonneer dan ook meteen even op het kanaal. Gaan wij even richting 3M vandaag. Plakbandjes. Dan, ja. Kunnen jullie de Plat-sessie er niet langer ophouden? Kost me een paar avonden om hem helemaal te zien, maar wil hem graag 2 keer terugzien. Nou ja, het is voorlopig nog geen zondag. Je kan hem nog heel veel keer kijken. Maar we hebben vorige keer heel veel dat soort vragen gekregen. En ook een paar mensen dat we dachten, oké, doen we het wel voor wat langer. Ah, doen we hem nog wel een dagje langer. We hebben nu ruim van tevoren aangegeven, het is een week. Hij staat er een week en hij staat er dus tot aankomende zondag, de hele dag nog. En dan gaat hij eraf. Klaar. Leveltje staat daar, ik weet niet wat ik hierover heb gezegd. Zoveel mensen. Ik weet niet wat ik hierover heb gezegd. Dat durf ik niet te zeggen. Maar het ziet er niet goed uit. Wat is er los? Wat is er los? Ja, dat loopt terug allemaal. Dividend is nog wel... dividend is wel oké, hè? Ex-dividend. Oké. Nou, het is net... Oké. Dus dan moet je weer even wachten. Ja, dit ziet er niet goed uit. Ik heb een beetje naar de outlook. En ik weet ook dat ze met een zaak zitten. Ze hebben ook een rechtszaak of zo. 3M. Stop. Even kijken, wat vinden we daarover? Niemand koopt geen floppies meer, denk ik. Zou er nog iemand een floppy gebruiken dan? Dat vraag ik me wel eens af, hoor. Floppies. Ik denk dat heel veel jongeren dat niet eens kennen. Als ik dat tegen mijn jongere broertje zeg, floppies, dan zegt hij, waar heb je het over? Even kijken. Oeh. Oh ja, ik snap hem. Die staat hier nog ineens bij. Gebroken beige, hè, Chantal. Even normaal doen, hè. Ik had dat vroeger ook altijd. Dan ging ik op vakantie. En dan zei ik op werk tegen die gasten. Ja, ik ga lekker op vakantie. Ja, waar ga je heen dan? Ja, ik ga lekker naar Spanje. Lekker zonnetje, dit, dat. En dan kwam ik terug. En dan zeiden ze, waar ben je nou geweest dan? De Koentunnel? Ja, ik word gewoon niet bruin, jongens. Ik ken er niks aan doen. Ik word rood, word ik. Net als een kreeft.
Ja, dit ziet er niet goed uit. Ik zag voor de earnings in duik. Vroeg of laat raak ik wel altijd geïnteresseerd in dit soort aandelen hoor. Alleen het probleem is dus gewoon, we hadden toen, waar hebben we het allemaal mee geprobeerd? Bayer. Philips zit ook in de ellende nog. Ja, ik wil niet een derde rechtszaak aandeel erbij. Ik weet wel dat dit de rendement kan opleveren. Maar ik denk dat de koers daar vooral door gedrukt wordt. Expansie was ook goed. Dit is wel echt interessant gevalueerd, hè? Alleen dan moet je wel zien, oké, wat was de oorzaak daarvan? Zijn ze misschien ook geld opzij aan het zetten al? En wat zijn de verwachtingen ervan? Dit is een beetje overpriced. Duidelijk. Dus ik zou hier voorzichtig mee zijn. En hoe zou je dan met Ethereum zijn? That's the question. 100x all in. Kijk. Ja, maar kan je maar één keer zeggen? Nee, want dan knippen ze dat stukje eruit en dan zeggen ze dat ik dat gezegd heb. Even kijken. Verklaring voor de XRP-pump. Is er een XRP-pump weer dan? Nee. Nee, joh. Wel nieuwe haaien. Ja, is lokaal. Ja, lokaal, maar wel hoogste prijspunt sinds augustus 2022. Ja. Dus het is toch wel Ethereum die voorloopt op Bitcoin weer. Dat is grappig, want dat deed het eerder ook al. XRP hadden we het over. XRP? Ik zeg XRP, zeg jij, ja, wel nieuwe haai. Iemand in de chat had het over XRP. Ethereum ook niet waar. Ja, nee, dat begrijp ik. Maar ik zei... Je vroeg toch Ethereum? Ja, ik vroeg Ethereum. Maar iemand in de chat zegt, verklaring voor de XRP-pump. Dus ik zeg, XRP-pump? Zeg jij, ja, wel een nieuwe high. Ja, Ethereum hebben we een nieuwe high. Ja. Even kijken. Dit was interessant. En dan gaat het niet hierom, want het gaat om de trades die erin liggen. Dit zijn de trades allemaal. Die en die. Dat zijn de trades. Ik denk dat dit zelfs een uitstopper was geweest. Kijken. Ja, denk het wel. Denk het wel. Dit zijn de trades. Oké. Die. Kut, joh. Dit had ik moeten shorten. Ah, was heel moeilijk geweest. Niet de clean setup. Ja, wat moeten we hier nou mee? Ja, inderdaad. Chantal zegt, als je aan tieners een floppy laat zien, denken ze dat je de opslaanknop op 3D hebt laten printen. Ja, dat is echt zo. Dat is echt zo. Staat er nog een iets boven? Ja, 2000. Dan zou je toch naar 2000 moeten gaan. Zou ook wel een dingetje zijn, hè? Ethereum 2000. Dat klinkt toch wel weer hoog. Weet je, dat klinkt wel weer lekker. Is ook. Ik denk dat je hier niet meer heel erg gekke dingen moet doen. Hier kan je zeker kijken in prijs. Short zou ik... Ja, kan het nog wel. Ja, het kan. Ja, het is een beetje een gemankeerde setup. Omdat je hebt niet echt een failure. Oh, koude koffie, hoor je knap van, zeggen ze toch? Dat is niet te zuipen. Kijk, die zou misschien kunnen. Als ik dit nou... Dat heb ik eigenlijk een lijntje. En ik merk wel aan mezelf dat het geforceerd is. Dus dat zijn meestal niet de betere trades. Oké, dat vind ik op zich wel netjes, maar ik wil even iets verder teruggaan. Oké. Dat kan, eventueel. Je komt alleen in de problemen met je stop. Dus als je je stop kan vinden, dan kan het. Maar dit is niet een makkelijke trade. En ook geen kwalitatief groei. Dus dit is geen A-setup. Nee. Goed. Sneller drinken, Ber. Ja, ik moet lullen. Chat in de gaten houden. Chris zeggen wat hij moet doen. Dus ik heb het heel druk in de stream.
Vraag me altijd af of Chris tijdens de stream niet begint te jeuken. Dat hij niet kan treden. Nou ja, ik zou je zeggen, we hebben dat allemaal wel eens. Zo. En... Weet je wanneer ik dat had? Ja. Toen wij nog niet zo lang bezig waren met streamen. Omdat je dan nog de urge had om gewoon lekker te willen treden. Ja, toen was ik ook nog inderdaad veel meer eager. En ik heb echt geleerd, weet je, kom allemaal goed. De setups maar... die je ziet, die komen toch wel. Eigenlijk komt dat niet tijdens de stream. Dat we wel eens denken van, ah, ik zou willen treden. Maar na de stream. Want... Ik zag dat bijvoorbeeld gisteren met Vincent. Volgens mij was dat gisteren. Zat hij op TikTok, zat hij live. Hij heeft het op TikTok over. Nou, kijk hiernaar. Deze setup lijkt me wel nice. En omdat hij live is, heeft hij niet de tijd om hemzelf te traden. En die live sessie is afgelopen. Trade is gevuld. Boom, dikke short had het geweest. Ja, dat zijn vaak de dingen dat als wij na de stream terugkijken naar onze analyse. Dat we denken, ah shit, als ik achter de knop had gezeten, had ik hem gespeeld. Dus het is niet zozeer tijdens de stream. Maar je hebt achteraf wel... Ja, soms dat je denkt van ja, had ik nu maar achter de knoppen gezeten. Maar goed, het is wat het is. Vond een beetje. Goed, Chris. Aankomend weekend hebben we weer een druk weekend voor de boeg. We gaan even celebrations. Jij bent jarig aankomende zaterdag. Dus vergeet aankomende zaterdag Chris niet even te feliciteren. De week daarna op zaterdag ben ik jarig. Maar we gaan met ons team dit weekend eventjes onze beide verjaardagen vieren. Even een klein feestje. Het is altijd wel eventjes gezellig. Dus dat. En we hebben zaterdag weer platinumleden over de vloer. Twee platinumleden die gewonnen hebben, die komen bij ons weer over de vloer. En we gaan einde van de maand tussen de platinumleden weer twee nieuwe winnaars trekken. Ik denk dat dat volgende week gaat gebeuren tijdens de weekupdate bij Mike. Maar goed, Mike die regelt dat, dus dat zien jullie in platinum natuurlijk vanzelf alweer. Gaan we weer twee winnaars trekken en die winnaars mogen een uurtje voor de livestream langskomen. Tijdens de livestream en na de livestream ook een uurtje. Dan mogen ze alles vragen aan ons wat ze willen. Het is eigenlijk een soort van 1-op-1 van 3 uur gezellig in de studio bij ons. Kun je hier lekker een beetje treden of over treden praten met ons. Goed. Heel erg bedankt. Ik zal zeggen, smash nog even op de duim als je dat nog niet hebt gedaan. Abonneer even op dit kanaal. En onderaan deze livestream komen alle linkjes terug richting www.dopecash.nl. Daar vind je onder andere alle informatie over Platinum, ons leerprogramma, ons Discord-kanaal, de supportlinks. Alles staat op onze website. Alvast een heel fijn weekend en graag tot de volgende keer. Laters. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore.